Eigenlijk is de mogelijkheid niet, laat daar heel helder over zijn, om een kroeg te beginnen. Want daar gaat het niet over. Maar wel dat winkeliers een glas wijn of een glas bier mogen schenken aan klanten. Al was er geen pilot geweest, had ik het ook gedaan. Althans, die weg ben ik aan het zoeken. Omdat ik geloof dat dit een nieuwe manier van winkelen is. Dat je niet beperkt wordt in je assortiment eigenlijk. Of in hokjes geduwd wordt. Boodschappen doe je in de supermarkt en online. Maar winkelen, dat is een soort van uitgaan geworden. En als je daar graag iets bij wil drinken, of dat nou koffie, water of een biertje is, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat moet ik kunnen bieden. Hoe gaat die controle daarop eruit zien? Natuurlijk wordt dat gecontroleerd, dus je kunt niet zomaar meedoen. Je moet over een aantal papieren beschikken, want het moet wel op een hygiënische, veilige manier. Dus daar moeten die winkeliers aan voldoen. Normaal hebben ze die papieren niet standaard in huis. Dat is de eerste vereiste. En de tweede is, er wordt wel degelijk gekeken of het niet ook daadwerkelijk ontaart in een kroeg. Want dat was de bedoeling niet. Het was het aankleden van een winkel. En dat is wat anders dan een kroeg waar ik ook iets kan kopen. En is dat voor alle winkels hier in Doetinchem zo? Nee, er kunnen maximaal 25 winkels meedoen. Of horecabedrijven, want het is ook andersom. Hè? Horecabedrijven waar je spullen kunt kopen. Alleen in Doetinchem doen geen horecabedrijven mee, maar het zal wel kunnen. We zitten niet op 25, dus er kunnen nog een aantal meedoen. En de resultaten daarvan worden van allerlei middelgrote steden zoals Doetinchem en de grote steden, heb je het over Amsterdam, Rotterdam, bij elkaar gevoegd. En dat is input voor een aanpassing van de drank- en horecawet. Aan de andere kant geeft deze pilot ook de ruimte voor de horeca om spullen te gaan verkopen. Zij lijken daar niet zo happig in. Sterker nog, ze hebben kritiek. Ja, behoorlijk. Ja, ik denk dan ook, waarom niet? En vooral soms, ik denk als zo'n slijter die dan de rechtszaak aangespannen heeft. Als die tegen mij had gezegd van, nou, ik bied jou je wijnen en verkoop ze hier maar. En laat de mensen proeven. Ik denk dat hij er beter mee af was. Maar ja, heel erg jammer, want het biedt gewoon mogelijkheden.